Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over actieve en passieve sensoren. Nu, wat doet een sensor precies? Een sensor, ja, dat waren de zintuigen eigenlijk van de machines, elektronische zintuigen. Een sensor zet eigenlijk een natuurkundige grootheid om in een andere natuurkundige grootheid. Nu, ik haalde net aan in de titelslide dat wij actieve en passieve sensoren hebben. Nu, Passieve sensoren zetten die natuurkundige grootheid om in een andere natuurkundige grootheid. In dit geval, om het voorbeeldje van de LDR te nemen, zal bijvoorbeeld de lichtintensiteit omgezet worden naar een bepaalde weerstandswaarde. Nu, zo'n sensor, ja, die waarde die krijgen we daar dus niet zomaar uit. Die sensor zullen we dus wel in een circuit moeten omnemen. Nu, die sensor zelf heeft wel geen voedingsspanning nodig, maar een referentiespanning. Om weer terug te komen op het voorbeeldje van de LDR. LDR zou je dus bijvoorbeeld moeten opnemen in een bepaald circuit, zoals hier een spanningsdeler. Met de spanningsdeler zal je dan een bepaalde uitgangsspanning gaan verkrijgen waarmee dat je de weerstandswaarde van de LDR kan afleiden en dan dus ook de lichtintensiteit kan afleiden. Dit waren de passieve sensoren, zetten dus natuurkundige grootheid om in een andere natuurkundige grootheid, maar hebben hierbij geen voedingsspanning nodig. Wat zijn dan actieve sensoren? Actieve sensoren die zullen ook een natuurkundige grootheid gaan registreren, maar die zullen die waarde rechtstreeks gaan omzetten in spanning of stroom. Je hebt dus vaak te maken met een bordje waar wat extra elektronica op staat en voor de elektronica aan de gang te krijgen, zal je dus een bepaalde voedingsspanning moeten leveren. Dus dat is het grote verschil tussen een actieve en een passieve sensor. Actieve sensor moet je voedingsspanning geven om hem aan te zetten, en dan kan je de data, die zal er dan uitkomen, of je moet eventueel via I2C of SPI uh, gaan vragen naar die data, terwijl met de passieve sensor, passieve sensor heb je geen voedingsspanning nodig, er zit geen extra elektronica, maar die zal je wel eventueel moeten voorzien om die sensor aan het werk te krijgen.